Dat gaan ze dus uitstoten hier in een schoorsteen op 40 meter van een speeltuin. Ja, dat vinden wij natuurlijk doodeng. Hier wil Protex zich vestigen, aan de rand van de Merendonk in Den Bosch. Het bedrijf verwerkt GFT-afval tot compost met behulp van insectenlarven. En die larven worden uiteindelijk gebruikt als veevoer. Bewoners zijn bang voor stank en geluidsoverlast. En voor heel veel verkeeroverlast in de wijk. En natuurlijk ook nog gewoon effecten op het milieu. En daar maken wij ons ernstig zorgen over. Het bedrijf vindt het jammer dat de bewoners zich zorgen maken. Volgens Protex zijn de zorgen onterecht. Dat hebben ze in de wijk geprobeerd uit te leggen, maar blijkbaar onvoldoende. En ik vind het ook heel jammer dat we daar gewoon echt niet genoeg mensen mee hebben bereikt. En heel simpel gezegd, ik zou niet bouwen wat ik niet ook in mijn eigen achtertuin zou bouwen. En ik verwelkom ook alle mensen met die vragen om ze gewoon in te dienen, zodat wij ook klaar kunnen staan om deze feiten en deze vragen gewoon netjes te beantwoorden. De bewoners zijn er niet gerust op. Ze willen hoe dan ook dat het bedrijf niet in hun wijk komt. Wij hebben zelf onderzoek gedaan bij hun huidige bedrijf in Dongen. En daaruit hebben wij toch wel gebleken of gehoord van de omwonenden en bedrijven die eromheen zitten, dat het behoorlijk stinkt. En dat willen wij niet zo dichtbij een speeltuin, een woonwijk. En vooral ook niet de impact die dat kan hebben op de hele stad.